Hey, Bart Valkenier hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word training. In deze video geef je papier een hele vette rand. Check de hele training op maakietsmedia.nl/word. Pagina rand. Je moet naar ontwerpen gaan. Daar moet je wezen. Ontwerpen. En helemaal bij ontwerpen aan de rechterkant vind je je pagina randen. Dan klik je op en dan krijg je hier een schermpje met ontzettend veel mogelijkheden voor van allerlei nog wat aan randen. Te veel om in deze video allemaal bij langs te gaan. Daar kom je op zich met een beetje prutsen zelf wel uit. Maar standaard heb je hier bijvoorbeeld kader. Een kader is eigenlijk een ander woord voor rand. En dan kan je hier een kleurtje kiezen. En deze heb ik net nog openstaan. Maar je kan ook nog bijvoorbeeld bij meer kleuren. Kan je weer alle mogelijke kleuren kiezen die je maar kan bedenken. En dan kan je hier een dikte aangeven. En druk je op oké. En dan heb je dus een rand. Maar er zijn ook meer mogelijkheden. Je kan hier ook bijvoorbeeld kiezen van nee. Ik wil alleen aan de linker en de rechterkant een rand. Dan kun je dat dus hier bij deze knopjes aan en uitzetten. En dan heeft hij dat alleen maar aan deze kanten. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld toepassen op heel document of een gedeelte van je document. Kan ook nog. Je kan hier bijvoorbeeld ook kiezen voor een soort van schaduw aan deze kant. Dus nou ja, zoveel mogelijk als wat. Je kan ook kiezen voor, nou ik wil niet echt een lijn, maar ik wil dat het stippeltjes zijn of streepjes. De mogelijkheden zijn eindeloos. Met een beetje prutsen kom je er wel uit. Maar hier via ontwerpen, paginaranden en via dit schermpje kun je hier dus de kleurdikte en weet ik het wat allemaal kiezen. En maak op die manier een vette rand voor je pagina's.